En we gaan praten over Culemborg en dan met name over de problemen in de wijk Terweijde. Molukkers en Marokkanen, althans groepen van die bevolkingsgroep, staan tegenover elkaar. We hebben er twee aan tafel zitten en nog een paar mensen hier rondom de tafel. Margriet Tahia zit aan tafel en Karim El Baradei zijn hier. Hij vertegenwoordigt een aantal Molukse mensen in het gezelschap. Hoe is de sfeer eigenlijk? Marokkaanse mensen. Kunt u nou bijvoorbeeld makkelijk het huis in of uit? De sfeer is heel grimmig. En dat geldt in principe eigenlijk voor alle bewoners. En het is niet specifiek de Marokkanen of de Molukkers. Daarnaast, ik ben hier naartoe gekomen in de zin met Margriet samen. Niet als vertegenwoordigers van de Marokkanen of van de Molukkers. Wij zijn hier samengekomen om een signaal af te geven, wij zijn het zat. Dat hele gebeuren, die angst waar wij dus continu in leven, en dat geldt voor alle bewoners van wijk Terweijde. Die mensen die totaal niet durven naar buiten te stappen en niet op te treden dat hetgene wat er allemaal zich afspeelt binnen de wijk. En daar hebben wij dus nu voor samen besloten om te zeggen van, we willen dat er iets gaat gebeuren, zodat wij dus daar normaal onze kinderen kunnen in vrede en in veiligheid met elkaar te laten leven. Margriet, wat moet er dan gebeuren? Op de eerste plaats wil ik het even rechtzetten. Want wij zitten hier te praten over Molukkers, Marokkanen. Het gaat om twee groepen. Laten we daar even voor opstellen. U merkt aan mijn stem, hè? Ik ben helemaal hees van het praten. Maar ik probeer het al heel duidelijk over te brengen. Er is totaal geen ruzie tussen Marokkanen of Molukkers. Totaal niet. Dit heeft al jaren gespeeld. Het gaat om de overheid, dat hebben we heel duidelijk aangegeven. Nu is de tijd, het is nu, hè. Als de kalf verdronken is, dan wil iedereen praten. Dan vindt iedereen het heel belangrijk om een interview te geven. Maar ik ben blij dat u ons dan in de gelegenheid stelt om hier ons verhaal te doen. Ik woon zelf in de wijk zelf, de Diepenbrokstraat. Het is erg genoeg wat er nu 3 dagen had plaatsgevonden. Maar het wordt steeds maar aangegeven dat er een oneenigheid tussen Marokkanen en Molukkers. En dat is niet zo, zegt u? Dat moeten wij oppassen. Dat is absoluut niet zo. Kijk, op een moment, dat speelt al jaren, heel lang. Daarom hebben wij ook gezegd, de bewoners die bang zijn voor represailles, laten we daar eens even over hebben, die durven daar niet te uiten. En dan word je platgebeld. Er moet hier wat aan gedaan worden. Tante Margriet, doe alsjeblieft wat. Het is een beperkt groep van beide zijden. De groep is aangegeven tot 40 van beide zijden, 40 mensen. Dat klopt dus ook al helemaal niet, die aantallen. Ik ben ook niet van plan om aantallen hier aan te gaan geven. Waarom niet? Heel simpel. De instanties die zijn op de hoogte van desbetreffende personen die door de 5-6 jaren heen die conflicten met elkaar hebben. De instanties hebben aangiftes van beide zijden. Van Marokkaanse zijde jegens Molukse mensen. Mm-hmm. En van Molukse mensen jegens Marokkaanse zijde. De politie, de gemeente en de woningbouwvereniging, die zijn daar op de hoogte van. Maar ze doen niks? Nee, ze doen wel heel veel. Ze doen heel veel. Alleen datgene wat ze doen bereikt net niet het juiste resultaat. Wat er dus moet erop wijzen om juist dat probleemgeval er tussenuit te halen. Bent u daarmee eens? Nee, het is niet waar. Heel Culemborg heeft er last van. We hebben vrijdagavond koopavond. Dan horen alle winkels open te zijn. De helft is dicht. Mensen komen niet meer. Het is donker in de binnenstad. Supermarkt. De mensen blijven weg. Ze zitten op karretjes. Ze worden geïntimideerd. Het is te gek voor woorden. Maar als het volgens u dus aan die Marokkaanse jongens ligt, waarom richten ze zich dan vooral op de Molukse gemeenschap? Omdat hij er wat tegen doet, om die landrijken niet intimideren. Dat is de oorzaak. Snap je? En dat conflict, dat blijft. Ja. Dat zijn vechters, dit zit in het bloed. Wat zou er kunnen gebeuren? Wat zou u dan vinden dat het moest gebeuren? Er wordt gezegd dat die burgemeester niks doet, maar wat moet hij dan wel doen? Nou, wat ik er persoonlijk van vind, en dat is mijn eigen mening, en ik spreek hier niet voor de Marokkanen of voor de Molukkers, of de probleem die nu bij ons wordt neergelegd of in Culemborg gaande is, men praat over Marokkanen staan tegenover de Molukkers. Ja. Terwijl de wijk Terweijde is een multicultureel samenleving. Er wonen van allerlei soorten nationaliteiten wonen daar.
En, maar de conflicten zijn tussen die twee groepen. Nee, de conflicten zijn tussen, bepaalde families. Aan Marokkaanse zijde, aan de Molukse zijde. En dat is bekend bij de instanties. Hmm. Wim de Bie, je hebt de Telegraaf van vanochtend voor je liggen. En dat zou je met een bepaalde bedoeling hebben gedaan. Omdat ik dat als NMC wat op een nationaal vlak bekijk. En ik zou als NMC als eerste naar de Telegraaf gaan. Want dit is de krant van vandaag. En ik zou willen vragen aan de hoofdredacteur, Jules Paradijs. Jules, help dit. Wat is dit? Wat betekent dit? Waarom doen jullie dat? Dat helpt absoluut niet. Dat is juist de benzine op het vuur gaan gooien. En nog in dezelfde krant deze koppen. Ja. En ik zou die Jules Paradijs willen begeleiden en zeggen... rustig aan, man. Ja. Weet wat je hiermee doet. Dat is toch... Dat ben ik het met mij eens. Ja, dat ben ik met u eens. En dat is ook de reden van mij geweest om, na dat gebeuren... en ook afkeurend van wat er ook is gebeurd in de wijk... jegens deze gezinnen of andere gezinnen of Marokkaanse gezinnen... alles keuren wij af. Ga niet zeggen het is een etnisch conflict of wat dan ook. Onzin allemaal. Dat fluwelen handschoenen vanuit Den Haag, ook lokaal, dat moet beter geregeld worden. Maar Gitte, ik wil niet flauw zijn, maar ik vroeg... wat kan er concreet gebeuren om het politieoptreden onnodig te maken? Wat kunnen jullie doen? Jullie willen hier met elkaar iets tot stand brengen. Tuurlijk. Wat is dat? Gaan jullie morgen langs al die huizen? Gaan jullie die rotjongens bij elkaar brengen? Wij proberen nu al te zorgen dat dit probleem een signaal af te geven... dat wij willen die wijk terug zoals het geweest is. Politieweg. Dat is een concrete stap. Dat zijn we ook de concrete stap die wij dus in principe met elkaar hebben afgesproken. En dat is, wij willen dus eigenlijk een oproep doen aan de bewoners van Terweide... die totaal nergens mee te maken hebben. En dat geldt dus in principe voor alle mensen die dus betrokken zijn, slachtoffers zijn en daar wonen. Dat wij die mensen nu eindelijk eens een keertje met elkaar op gaan troppelen... en dan richting de gemeente of politie gaan. Dit moet afgelopen zijn. Ja, maar waarom? Dat vindt iedereen, maar wat moet je dan doen om het te laten aflopen? Waarom zorg je niet voor dat alle mensen, gelukkig zoals Marokkaan, in één grote optocht... naar de burgemeester gaan. Dat is ook van plan. Wanneer is die op? Die jongeren die moeten dus ook tot orde geroepen worden. Die jongeren die moeten op de een of andere manier benaderd worden. Door wie? Ik wil het zijn. Zij willen het zijn. Hebben die kinderen geen ouders of zo? Nee, die kinderen die hebben ouders. Maar de ouders die zitten in angst in huis. Die leven gewoon puur in angst. En dat geldt voor iedereen. En niet alleen betrokkenen partijen. Mag ik even naar meneer Koeman weer? Want stel nou dat vanuit dit initiatief... het plan komt om in een gezamenlijke optocht naar de burgemeester te gaan... om te vragen de wijk terug te geven aan de bewoners. Nee, dat heb geen zin. Doet u daar aan mee? De burgemeester die komt er ook niet in. En daar hoeven we niet meer mee te praten. Die man heeft helemaal gefaald. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Maar u kunt ook niet in bitterheid verder leven. Er moet toch een oplossing komen? Er moet een oplossing komen, maar die mag van hogere hand komen. Maar de burgemeester is hogere hand. Ja, nee, nog verder. Den Haag. Maar wat zou u willen? Dit is een landelijk probleem. Dat geldt alleen niet voor ons. Nog een keer, wanneer gaan jullie samen iets doen naar dat de burgemeester? Dat hebben we door hier aanwezig te zijn. Ja, maar met iedereen bedoel ik. Vanaf deze positie willen wij dus eigenlijk die mars gaan organiseren. En dan iedereen bij betrokken is. Dat gewoon de multirele cultuur. En die mars, wanneer zou die kunnen zijn? Van mij part morgen. Als dat aan mij zou liggen, hoe eerder, hoe beter. Maar als je die jongeren daar niet mee bereikt, wat helpt dat? Nee, maar die jongeren die moeten bereikt worden. Als de jeugd niet verandert, krijg je dat nooit. Die jongeren die moeten bereikt worden. Want de instanties, en dat vind ik gewoon... de instanties weten precies om wie omgaat. Dat weten ze precies. Goed. We moeten afronden. We hopen het beste van. En we prijzen jullie initiatief om gezamenlijk daar... te proberen uit te komen. Ja. Juist. Ik wens jullie veel sterkte. Mag ik heel even... Ja, maar dat moet toch wel heel kort. Heel even. Echt heel kort. Ik wil toch een oproep doen. Zowel naar de Marokkaanse gemeenschap hier in Nederland... maar ook naar de Molukse gemeenschap in Nederland. Blijf waar je zit. En kom niet naar Culemborg. En kom niet naar Culemborg. Dat is het. En het is belangrijk. Het heft in eigen handen. Ja. Oké. Wij mogen het heft niet in eigen handen nemen.